De basisrechten van alle consumenten moeten duidelijk zijn. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zal dit jaar in verband met de Wereldrechten Consumentendag activiteiten organiseren om de gemeenschap te informeren over digitale financiële diensten. Wereldconsumentendag wordt jaarlijks op 15 maart herdacht. Het thema voor dit jaar is eerlijke digitale financiële diensten. Rachel Dalger, voorzitter van de Consumentenkring, zegt dat Suriname niet mag achterblijven nu de hele wereld overstapt op de digitale technologie. Ze vindt echter dat er vaker maatregelen worden getroffen waarbij niet alle consumenten een keuze hebben of gehoord worden. Het huidige financiële verkeer in Suriname is niet eerlijk naar alle consumenten toe. Naar alle consumenten toe. Alleen het feit dat niet iedereen een bankrekening kan openen vanwege de vele eisen die hieraan gesteld worden. Ze vragen naar een werkgeversverklaring. Ze vragen naar bewijzen om te overleggen van waar ons geld komt. Kent u die vragen? Waar haalt u dat geld vandaan? Heeft u bewijzen om te overleggen? Heeft u dat niet? Dan kunt u geen bankrekening openen. Het invullen van een aantal formulieren alvorens dus de bankrekening te kunnen openen of om te kunnen storten. Daarnaast komen andere zaken bij kijken. Opname limiet. Hoge onderhoudskosten voor zowel giro- als spaarrekeningen. Lage percentages voor spaarrekeningen. Er is dus geen balans. Vele online diensten worden gratis aangeboden ten opzichte van de fysieke diensten bij de bank. Maar hoeveel hebben toegang tot deze online diensten? Vanwege weer de beperkingen van de internetmogelijkheden. Het is echter wel belangrijk dat het proces om hiertoe te komen goed gecommuniceerd wordt. Zeker om degenen die nog niet zo ver zijn te begeleiden, zonder ze af te strappen met onnodige kosten die de samenleving ervaart als oplichting. Dalger zegt dat het digitale verkeer een ontwikkeling is die niet meer weg te denken is. Echter moeten alle stakeholders eraan bijdragen dat het een eerlijke dienst wordt. Ze verwacht dat de overheid samen met de centrale bank en de commerciële banken gaat werken aan wetgeving en begeleiding van de consument om tot dit punt te komen. De Consumentenkring wil daar zeker een bijdrage aan leveren. Minister Saskia Walden zegt dat het digitale financiële verkeer een aantal risico's heeft. Daarom ziet ze graag dat de financiële instellingen meer bescherming bieden aan consumenten. Het gaat uiteindelijk om de consument. Het gaat uiteindelijk niet om de financiële sector. Dus ik ben meer aan uw zijde. Het gaat uiteindelijk om de consument. We zijn allemaal consumenten. En ook natuurlijk degene die bij de financiële instellingen zijn, die zijn ook consumenten. Dus wij willen natuurlijk een veilige omgeving met goede risico's ingedekt. Tegelijkertijd van de consumentenzijde willen wij dus daar ook meewerken, zodat de natuurlijk in Suriname de financiële sector niet beperkt wordt om cross-funding banking te hebben, om ook met andere banken buiten de grenzen van Suriname transacties te kunnen verrichten. En dat is uiteindelijk in ons alles belang. Minister Walden heeft de bewustwordingsactiviteiten vandaag gelanceerd en deze zullen voor een jaar worden uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is om de financiële instellingen en de consument dichter bij elkaar te brengen.